ziet er zo lekker, Bo. Dit is mijn Doritos. Ja. Oh. Hoi allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. We zijn er weer. Yay. Helene. What a long time. Nou, we hebben eindelijk de welgevraagde sushimoe ben. Dus weet je, wij gaan gewoon lekker aanvallen. Want wij kunnen wij hebben zoveel honger. Wij staan half uur aan het eten staan. Het is ook helemaal koud, denk ik. Maar maakt niet uit. Boeien, lekker. Smaak is goed. Ja, dat sowieso. We hebben het besteld bij Sky Asia. Always. Zo lekker. Oh, we hebben nooit een mukbang van gemaakt, toch? Oh, nou, ik heb maar één keer nog maar gegeten. Ik heb ze altijd. Maar we gaan ondertussen vragen beantwoorden. Ik heb allemaal vragen al binnen zien stromen op Instagram. Oh, en een wijntje hebben we ook lekker. Ja, een wijntje. Even cheers voor dat ik een slok neem. Ja. Oh, een mukbang en... Thumbnail. Oh, ja. Oké, ik zal hem uitleggen. Dit zijn de pastijtjes. Hebben we avocado makies, spicy Dorito, tuna roll, die spicy tuna. Ja, die is lekker. Met garnaal. Ja. En zalm, komkommer. Dit zijn een soort gebakken garnalen op de sushi. Die is heel lekker. Dit is zalm roomkaas, ik kreeg er gratis bij, die neem ik. Oh, nou, is het ook wel. Oh, dus ja. Ja. En yakitori spiesjes. Ja, lekker. Yum. Oké. Zullen we even proosten? Ja. Cheers. Of een geslaagde lekkere avond. Ja. Nou. Oh. Ja, ik vind het best. Nou, eet smakelijk. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Wasabi. Ja. Ja. Gemmel. Is wel natuurlijk weer extra gember. De gember. Ja. Ja, dit is echt niet normaal. Laten we onze beurt een vraag doen. Zo zit veel over Isabel weer. Ja. Ja, over Curaçao. Oh ja, dat zal wel. Isabel, hoe erg heb je Sarah en Bo gemist? Hoe vind je het weer om samen te zijn? Ja, ik heb jullie wel echt heel erg gemist. Want toen maar je had het ook van mij zin. Ja, ik had het super naar mijn zin. En ik had natuurlijk ook mijn vrienden daar. Ja. Maar je beseft wel wat je in Nederland hebt. Dus ik besefte wel dat Bo en Sarah gewoon echt mijn allerbeste vriendinnen zijn. Ja. Dat heb ik ook tegen jullie gezegd. Ja. Zeker. En ook toen ze aankwamen en zo op de airport en toen ze weer weggingen, dat vond ik zo kut. Helemaal huilen. Ja, helemaal janken, maar... Ja, ik vond het vooral dat weggaan heel kut. Weet je wel, dat we daar, als we daar zo zagen staan en dat dan wij weggingen. Ja, dat dan alleen achterbleef. Ja, en dan naar terug naar huis en dan in je auto naar huis en denk je echt... Maar dan zij hoort hier ook te zijn, denk je dan. Waar is Isabel? Ja, het is heel gek, maar... Ja, ik heb ze natuurlijk wel gemist, maar ik wist als ik terugkom dat het zit gewoon goed. Ja. Ik voel het gewoon alsof ik nooit ben weg geweest. Nou, we wilden net zeggen, nu is het zo kort. Het is zo normaal, gewoon weer. Vind je ook niet? Ja. Heel erg. Lekker. Lekker die, hè? Ja. Oh, heerlijk. Niet normaal. Die mensen waren echt, nou niet eens te laat, ze waren eerder gewoon bijna te vroeg. Ja, we hadden tussen 6:45 en 7:00 gezegd. Dus ze waren op 2 minuten over kwart voor zeven zeg maar. Gingen ze eerst helemaal bellen van, we zijn te laat en... Mag ik zo even proberen? Ja, tuurlijk. Die moet die chili zouden, ja? Ja, hier. En van, ja sorry dat we te laat zijn en we zijn 2 minuutjes later en zo. Dus ik zei, oh nee, maakt helemaal niet uit. En zo. Ja, de deur weer, ja sorry, ja. Sorry dat we te laat zijn. Zo. Twee minuten. We zijn wel niet te laat. Leuk. Nou. Ja, maar perfect op tijd. Ja, hier had ik echt zin in. Mm. Ja, helemaal. Kijk, u? Sorry hoor. Gaan we weer, hè? Gaan we weer heen. Welke was dit? Kuk, denk ik. Maar deze vraag had al zoveel beantwoord. Ja? Nou, hoe hebben we elkaar ontmoet en bla bla bla. Nou, ik zag wel de vraag, hoe lang kennen we elkaar? Heel ons leven. Ja, en wie waren eerder vriendinnen? Dat was ook een vraag. Jullie? Dus ja, maar wij zijn niet meer. Ja, laten we zeggen. Maar wij hebben het al laatst over. Want wij kennen elkaar ook al, zeg maar, heel ons leven. Ja. Alleen wij zijn echt bevriend geworden toen die 51 bij Isabel. Ja. Toen wij een stukje ouder waren. Ja. Ja. Dus maar ik ben altijd al heel mijn leven zeg maar met Bo. Ik ben al heel mijn leven met Bo bevriend. Oh, dan zijn. Oh ja. Dus, maar ik ben weer het nichtje van Sarah. Dus Sarah ken ik. Dat wel al heel mijn leven. Ja. Ik ken jullie allebei, alleen dan apart. Mm-hmm. En ik ken jou natuurlijk van hier, maar ik ken jou wel van Isabel over. Ja. En we zijn gewoon al heel lang bevriend, sowieso. We zijn geen zussen. Nee, dat denk ik ook niet. Isabel is een nichtjes en Isabel is eigenlijk ook gewoon fan. Ja. Maar ze is niet officieel, maar wel. Eigenlijk wel. Ja, ik ga ook die Dorito. Ja, ik ga ook die Dorito proeven.
Irmo. Wil je een Dorito erbij? Ja. Kijk, ik wil een Dorito erbij. Mm. Is die lekker? Ik proef even de kaas. Wat zit erin? Kip of garnaal? Garnaal. Ik proef echt de Dorito kaas. Nou. Heel lekker. Heerlijk. Het is echt Dorito, zeg maar. Gepoederd. Gemalen. Ja. Ja, en dan in gerold. Heerlijk. Ja. Ja. En lekker met spijsjesaus. Oh, die ziet er lekker uit. Die? Zoveel saus. Kijk, die saus. Ja, maar dat is garnaal, hè? Oh. Tonijn. Dat is tonijnsaus. Spicy tuna. Een soort tuna. Die is echt mega. Ja. Ja, hè? Met garnaal en tonijn. Dat zijn altijd diezelfde kutvragen. Even serieus. Ik denk... Nu komt er nog wel een beetje... Deze is echt mooi. Ja. Echt leuk hoor, Lieve. Nee, ik heb zoveel trek. Ja, maar ik ook. Eten wij alles wat we willen? Ja. Ja. Ja en nee. Zeg maar, ik eet alles wat ik wil. Ik probeer er af en toe op te letten. Ja. Maar niet dat ik elke dag naar de McDonald's ga. Nee, dat doe ik niet. Dat zou ik wel willen, maar ja. Ik denk wel van daarvan. Nee, nee, ik zou dat niet willen. Nee, ja, heel veel dingen. Oh, het zou nu wel van Mac eten. Alles wat ik wil eten, eet ik. Echt, maar ik doe ook niet elke dag. Nee. Zeg maar. Nee. Ja. Nee, ik let er niet heel erg op. Ik eet gewoon normaal, zeg maar. Maar ik heb wel door de week, denk ik wel, gewoon even normale lunch, normale. Ja, ja, ja. Maar dus kijk, bijvoorbeeld van soms. Een keer gezien in mijn zak chips, zoals door de week of. Dan doe ik het gewoon. Ja, ja, ja. Dan denk ik niet van. Oh, dat mag niet. Hey, als ik zag het merk of ik zie dat het zegt dat ik zeg maar wat voor of zo word, dan ga ik natuurlijk wel op letten, maar. Ik heb er nu niet zo heel erg last van. Weet beter. Niet normaal. Hoe ziet jullie ideale dag eruit? Oh, dat is een leuke vraag. Lekker op tijd mijn bed uit. Eerst jij. Nou, lekker op tijd mijn bed uit, dan sporten. En wat is op tijd voor jou? Want ik ook weer niet om 6 uur. 8 uur. Ja. Ja? Ja, dat is wel op tijd. Dat is aardig vroeg. Dus 8 uur, Heerlijk, lekker achter. Ja. En lekker douchen, helemaal mijn douche, helemaal mijn haar was alles helemaal lekker schoon. Lekker zeker een skincare, ja. Lekker helemaal opmaken, haar doen, leuk outfit. En dan gewoon iets leuks met standaard, iets leuks met mijn vriendinnen. En dan... Voor de lunch? Of... Nee, gewoon iets leuks doen. In de middag. Maar wat is dan iets leuks? Shoppen, gewoon erg wat lunchen. Maar is het zeg maar een speciaal dag of gewoon een doorsnee dag dat je denkt zo vind ik lekker. Nou, gewoon je ideale dag. Dus denk niet echt gewoon je weekenddag. Ja, dan het liefst gewoon lekker in het buitenland. Lekker. Ja, nee. Ja. Ja. Nee, wel je ideale dag gewoon hier. Hier. Oké, ja, dan misschien ook eerst nog even wat werken. Dat ik gewoon een beetje satisfied gevoel heb van oké, ik loop even op schema. Dan iets leuks doen, ja. En dan sowieso mogen hard fucking lekker uit eten. Ja, gewoon en wijnen. Ja. Gewoon dat ik wel een productieve dag heb. Dat je echt lekker satisfied voelt aan het eind van de dag. Je denkt. En dat je daarna lekker kan genieten. Ja. Ja, mijn ideale dag ziet er niet om 8 uur eruit. Want ik ben echt een uitslaper. Heel erg. Ja, ik heb er heel veel moeite mee, maar ik zou het heel graag willen. Ik zou het heel graag willen, maar ik kan het niet. Vanochtend ben ik om 8 uur uitgegaan. Ik voelde me wel fris. Maar dan kom ik thuis naar het sporten. En dan ben ik gewoon weer slapen. Ja. Maar ik kan ook een beetje jetlag komen. Ja, ik ben gewoon. Zo om 8 uur dan? Ja, wij gingen om 8 uur uit om te sporten. Oh, je ging nog samen. Ja. Voor mij is een 9:30 denk ik een beetje lekker. Want dan heb ik een beetje uitgeslapen. En dan ga ik eruit. Ga ik lekker naar beneden in mijn sloffen. Dat vind ik zo fantastisch. Lekker badjas. In je badjas. En zo'n vloevige badjas heb ik. En daarna ga ik een koffietje zetten. Lekker ontbijt maken ook. Dat vind ik ook. Koffietje. Koffie en een lekker ontbijt. Ja, lekker gebakken eigenlijk. En dan lekker iets kijken op YouTube of wat weet ik veel, Videoland. Gewoon even iets leuks. Nou, dan wil ik het klaarmaken. Dan iets leuks met vriendinnen. Dan zoals je zei, lekker even lunchen of shoppen. Of ja. En misschien dat iets voor Labella doen. Ja. En dan lekker. Ja, dat is gewoon een heerlijke dag. Dat je ook lekker ook wel vond. Gewoon een beetje hoor, inderdaad. Ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde hebben. Ja. Gewoon lekker. Relaxed gewoon. Ja. Leuke dingen doen. En mijn hobby is gewoon echt lekker uit eten. Ja, uit eten is echt onze hobby. Dat vind ik echt leuk. Maar gewoon een goed restaurant met lekker goede wijnen en lekker. Dat vind ik wel echt leuk.
Zo, dus daar hou ik echt plezier uit. Dan kan ik echt hele week naar uitkijken. Ja, ik ook. Want, oh, ik ga lekker dit weekend uit eten. Of met jou, dan kan ik gewoon echt lekker. Ja, ik ook. Vind het echt heerlijk. Mm-hmm. Nou, eten sowieso. Eten is gewoon het leven. Het neemt echt mijn leven over. Ja. Maar ja, eten, dat is ook zeg maar. Ik denk ook het is gewoon zo lekker. Ik denk gewoon altijd aan eten. Van wanneer zou ik me gaan doen? Wat ga ik doen? Ja. Ja, ik ook. Gewoon oprecht. Het is gewoon echt een obsessie. Ja. Hoe kan je niet denken aan dat je gewoon niet kan. Hoe kan je vergeten te eten? Nee, dat kan niet. Nee. Dat zou ik echt niet. Alleen als ik het echt heel druk heb, dan kan ik wel denken van, oh shit. Ik heb pas om, een keer laatst gehad, pas om 4:30 ging lunchen. Jeez. Vandaag had ik pas om 2:30 of zo. Jezus. Dus zeg maar op mijn werk, daar denk ik nooit aan. Ja, als ik dan... En als je bezig bent, dan denk ik niet snel aan. Als je gaat vervelen, ik verveel me nu een beetje thuis. Ja. Want ik werk nog niet, ik ga bijna aan de slag. Maar nou, ik had op Curaçao gewoon altijd wat te doen, de hele dag door. Ja. En nu zit ik thuis, ja, ga ik alleen maar naar de kast lopen kijken voor nog iets lekkers ligt. Want wat ga ik anders doen? Klopt. Ja. Dan ga je even iets lekkers maken. Maar deze is wel spicy. Ja, heerlijk. Ja. Wanneer ben je ervan gegeten al iets? Voor Cura nog. Mm-hmm. Ook een keer mijn boot is opgehaald. Was dat met jou? Ja, dat kan wel. Hoe is jullie liefdesleven? Laten we beginnen met de single one. Ik kan zeggen, Bo en ik hebben gewoon een relatie. Ja, we hebben een relatie. Ik ben single, maar er zijn genoeg mensen... Nee, dat klinkt heel raar. Die achter mij aan zitten. Nee, dat niet. Maar nu terug naar Curaçao zijn echt wel mensen... Ja, mensen leuk, ze willen pakken hun kans weer. Ja, maar qua liefde, nee, dat is er bij mij op het moment niet. Geen liefde. Zou ik voor open? Al zou ik echt weer verliefd zijn of iets, ja, dan sta ik voor open. Kijk, nu, ik ga niet op zoek, absoluut niet. Nee, ik vind het single leven echt fantastisch. Ja. Maar op zoek maar als ik nu ineens wat tegenkom en ik denk van nou, ik ben helemaal verliefd. Ja. Ja, dan sta ik voor open. Maar ik ga nu niet zoeken naar een relatie. Op zoek, dat zoek je, doe je nooit. Nee. Nou, sommige mensen hebben dat hoor. Mm-hmm. Ja, dat zeg maar dan gaat het daten en zo gaan. Of ja, daten. Alleen maar daten. En ja, mij boeit het. Ik ga nee. Als ik iemand leuk vind, wil ik best gewoon gezellig. Best gezellig wat doen. Maar het is niet. Voor mij hoeft het niet allemaal. Maar sommige mensen die willen gewoon heel graag een relatie. Ja. Die gaan alleen maar daten. Sommige mensen kunnen echt niet alleen zijn. Nee. Mm-hmm. Dat snap ik echt. Ik snap het ook wel, maar nee, eigenlijk ook maar niet. Nee. Als jij geen relatie hebt en je bent heerlijk alleen, no stress. Dat is ook top. Je hebt genoeg vriendinnen en mensen die je ontmoet. En je zal echt nooit alleen zijn. Tenminste, wij niet. We zullen altijd wel leuke dingen kunnen doen en zo. Maar waarom? Ja. Nee, sommige mensen hebben dat echt. Ja. Die gaan echt gewoon relatie naar. Ja, ik zou dat dus helemaal niet kunnen. Nee. Ik moet echt dat helemaal heartbroken, helemaal bijkomen van... Wow. Ja, nee, er is dan weer iets anders voor. Ja. Dan duurt dat wel even voor. Mm-hmm. Ja. En met jullie? Liefdes mee. Ja. Hartstikke goed. Helemaal top. Wat is daar nieuw? Ja, lekker. Ja. Allebei alweer over de 2 jaar. Nou, dat slaat nergens op. Zo snel. Dan nergens. Jij 2,5 jaar er? Ja. Oh ja, we hebben nog een verrassing op het eind. Oh ja. Een toetje besteld. Heel lekker. Jij schrok helemaal. Voor mij een verrassing? Of... Ja, gewoon voor jou. En voor de kijkers. Ja. Oh. Maar ik mag het niet weten dus. Ja, ik kan niet uitleggen. Nee, je moet het echt even zien. Ja. We waren nog uit, helemaal niet zo niet mee kan. Ja, dat vind ik echt kut. Ja. Ga gewoon mee. Ja, waarschijnlijk meld je morgen gewoon ziek. Ja. Nee, dat sowieso niet. Yeah. Ja. Ga je nou weer eens vragen? Ja, dat zijn er allemaal weer. Al die vragen. Hoe ben je erop gekomen om naar Curaçao te gaan? Ik wilde sowieso even de deur uit. Even zeggen, het land uit. Het land uit, ja. Gewoon weg hier. En gewoon ergens anders heen. Ik was eerst aan het twijfelen naar Ibiza te gaan. Ja. Maar een vriendin van mij die ging stage op Curaçao. Toen dacht ik van nou... Lijkt me ook geweldig. Mm-hmm. Ik was er nog nooit geweest, maar ik dacht, boeien, ik ga gewoon mee. Ja. Ik heb een ticket gekocht, huis gezocht, nou ja, huis, appartementje. Oh, we hebben nog bonen! Waar zijn die bonen? Waar heb je gelaten? Die staan daar nog. Dat ze lekker waren. Oh, die spicy. Zo, hoe kom je daar opeens bij? Ja, ik dacht, hè? We hebben toch 3 warme dingen. We hadden die bonen, die stokjes, die pastijtjes. We hebben nog meer dan.
Oh ja, de bonen. Nou, wat een verrassing. Zo. Goedemorgen. Nou, vooral veel sesam. Ja. Ik ben benieuwd. Tot gisteren. Oké. Lekker. Heel anders, ja. Maar heel spicy. Nee, helemaal niet. Oh, nee. Of het komt nog? Oh, het komt nog. Wel lekker. Er zitten een andere kruiden op. Het is wel veel sesam. Het is wel spicy hoor. Geef me ook nog maar een beetje water. Ik heb hier nog nooit een spicy op. Wat is dat? Nou, ik vind het heel pittig. Echt? Nee, ik voel niet zoveel. Dat zou ik normaal wel echt niet zo doen. Ik ben helemaal niet van pittig. Ik bedoel helemaal wel. Maar ja. Nu is het, echt? Mijn tong. Ik heb sowieso nog niks gedronken vandaag. Heb je niet 20 koppen thee op? Ja. Nee, dat was vandaag, dat was vandaag niet in. Het was niet een theedag. Nee, het was sowieso niet helemaal je dag. Geen goede dag vandaag. Dus ja, dat heb je bij deze ongeveer vandaag. Ik dacht. Het was wel pittig. Ik dacht. Wat dacht jij? We hadden heel veel over. Dat dacht ik ook, het valt nog wel mee. We gaan het gewoon opkrijgen. Nee, ik eet alleen die zalmdingen niet. Hij vindt het ook niet. Ik heb er één op, maar vind het niet zo derde. Oh. Ik doe mij wel voor mijn aan, want hij is al 22 minuten. Zo, kijk eens. Deze vrouw heeft heel veel vragen gesteld. Dus we gaan haar even. Dat is wel leuk voor haar. Ja, ja nog? Ze heet. Nou, we gaan haar niet noemen. Zuiverigheid. Hatsa. Ik heb een paar korte vragen. Zeg maar dit of dit? Ja, leuk. Dit of dat? Er zijn eigenlijk maar twee. Maar goud of zilver? Goud. Ja, hè? Ja. Ik ook. Sowieso. Lieveling sushi. Met garnaal. Ja, die erop. Of nee, van dit of gewoon überhaupt? Gewoon zeg maar wat erin. Nou, voor mij is het gewoon iets met garnaal. Ja. En avocado. Ja. Ja. Mijn ook wel hoor. Sowieso met garnaal. Of inderdaad met die gamba erop. Of die spicy deze. Tuna. Ja, of spicy tuna vind ja, ik. Of, ja, maar toch ga ik voor de garnaal. Garnaal vind ik lekkerder. Ik ook. Eigenlijk die met een harde garnaal. Ja, met zalm. Met, oh ja, die is ook lekker. Ja. Oké, favoriete drankje? Gin tonic. Vroeger kon ik dat nooit beantwoorden. Want ik had geen favoriet. Vodka van elkaar. Maar wijn. Mijn dan ook wel, want dan is wijn niet echt een drankje. Ja, het is wel een drankje. Ja. Maar als jij een cocktail, mix drankje. Ja. Ja, Baco. Sex on the Beach. Nou, Sex on the Beach, ja. Als ik kijk naar wat ik op Curaçao dronk. Was meestal Sex on the Beach. Ja. En als ik uitging, was een beetje op het laatste dat ik met Lisa veel omging, was vodka Cassis. Mmm. Ja, vodka pineapple. Vodka pineapple begin ik ook, maar daar werd ik heel misselijk van. Ja, dat is best wel zoet. Ja. Nou, maar je voelt dan bijvoorbeeld geen alcohol. Dat is nee, dat vodka is heel niet. Oh, dan moet even dit uitzetten. Dus wat dan, vodka Cassis proef je ook niet. Het is gewoon lekker even je kassetje aan het drinken. Ja. Ja. Maar voor de rest, anders gewoon lekker een wijntje of seks of lekker een cocktail, ja. Geen gin tonic. Nee. Zo vies. Oh, geweldig. Appelspritz vind ik heel lekker. Ook niet te zuipen. Dan heb ik liever limoncello spritz. Vind ik ook echt super lekker. Dat ken ik niet. Limoncello vind ik wel heel lekker. Limoncello spritz ken je niet? Nee, gewoon appelspritz. Ja, dat is zeg maar limoncello, ijsklontjes, sparoot en cava. Heel lekker. Lievelings parfum. Ja, ik heb echt een nieuwe van Lancôme. Idol heet die. Mijn is toch. En heb ik voor jou een testertje. Ja. Zo lekker. Krap. Nee, ik had Chanel Mademoiselle. Of Alien. Ja. Bij mij ook die. En heb ook nu een andere van Chanel. Maar ik weet even niet hoe die heet. Ik heb ook een. En ik vind de Dior ook heel lekker. Die Dior. Oh ja. Chador. Ja, Chador. Ja, die, maar best wel duur. Ja. Maar die vind ik ook echt heel lekker. En ik heb ook een geurtje, maar weet ook weer niet precies hoe die heet. Maar die heb dan. Ik ging naar de winkel en ik zei. Ik vraag even een geurtje wat niemand heeft. Ja. Heel vaak een ruikje. Maar ik denk, oh ja, die heet die. Die is gewoon bekend. Dus ik heb nu echt een lekker geurtje. En ik niet echt heel bekend. En dat heb ik met die van Lancôme. Die is zo lekker. Die is gewoon voor jou ook lekker. Oh ja, Libra. Ja. Heel lekker. Libre. Ja, vraag favoriete standje. Wanneer was je laatste proces? Vraag het me. Yeah. Ja. Wij beantwoorden dat wel. Ja, vroeger beantwoorden we dat gewoon. Ja, doen we niet. Terwijl we echt skippen. En we hadden wel wat doen. Ja, 18 wel. Oh, dit is ook wel een leven. Wat zijn jullie plannen voor aankomend jaar? Nou, wacht. Oké, dus het is nu oktober. Ja. Dus we gaan even het hebben over wat we zeg maar, voor ons zien voor volgend jaar. Voor 2023. Onze doelen.
Ja, wat je gewoon, ja, gewoon wat je, maar wat ga je veel werken, doen, ga je, wat zijn zeg maar je doel? Oké, begin maar. Oké, ik wil meer op vakantie. Ja, dat verdien je ook wel. Meer reizen. Ik ben vorig jaar maar één keer op vakantie geweest. En nu wil ik gewoon lekker, het hoeft niet per se lang, maar gewoon dat je af en toe even een weekendje weggaat. Dus ja, even lekker tussenuit. Ja, verder wil ik gewoon lekker werken en doen wat ik leuk vind. Ja, voor jezelf misschien. Iets voor mezelf, dat zou ik super leuk lijken. Ja. Maar ja, eerst kijken hoe het gaat. Ja. Ja, maar gewoon lekker even werken, doen wat je leuk vindt. En leuk. Misschien wel ergens iets minder of zo. Ik heb natuurlijk oppas, mijn werk. Ja, ja. En nog in de horeca soms. Dus soms best wel veel. Dus ja, daar wil iets wel minder werken. Minder gaan werken en meer ja, leuke genieten. Dingen doen. Ja, dat iets moet jij leuk echt doen. Als ik jou één tip kan meegeven in je leven is. Vooral nu, je bent zo jong. Ja. Geniet gewoon even. Leuk. Ja, ja. Ik zou graag willen dat. Ik ga weer verder met Labella. Ja, leuk. Ja. In mijn eentje ook. Dat weten mensen eigenlijk nog niet, maar ja, ja. Ik ga verder alleen met Labella. En daar heb ik heel veel zin in. En ik wil het ook gewoon helemaal anders gaan uitpakken. Dus ik wil ook hopen dat het in 2023 gewoon heel goed gaat. Mm-hmm. En ik wil inderdaad ook meer leuke dingen inplannen. Af en toe gewoon even of met vriendinnen. We gaan even tussenuit. Een leuke dag inplannen. Al is het maar of de Efteling. Of een spa-dag. Ja, of even. En ik zou ook heel graag willen reizen. Maar ja, ik zou zo nog ergens 3 maanden heen willen. Ja. Dat wil ik misschien ook wel. Gewoon pakken. Echt even. Geen mensen om je heen die jou kennen. Gewoon je eigen ding doen. Het is zo goed voor je. Het is zo goed. Je bent, je komt veel positiever terug. Dus dat, zo ervaar ik dat. Ja. 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 Heel leuk. Dus dat eigenlijk. Gewoon leuke dingen doen en gewoon keihard. Ja. Niet keihard, maar gewoon werken. Gewoon lekker geld verdienen. Gewoon goede balans. Ja. Goede balans erin. Genieten en werken. Ja. En jij? Ga lekker werken part-time bij mijn management. Daar heb ik echt super veel zin in. Dat is ook leuk. En dan verder lekker voor mezelf, mijn socials. Lekker serieus gaan aanpakken. Ik ben eindelijk klaar met school. Hoop ik. Ik ben nog even geslaagd, maar waarschijnlijk ook zo. Dus ik kan niet wachten dat ik eindelijk mijn leven kan beginnen. Dat ik niet aan die kutschool vast. Ja. School is echt gewoon kan doen. Ja, maar wel in school maken, joh. Maak wel iets af. Al heb je een diploma en al heb je, vind je het niet leuk. Ga lekker werken. Ja. Doe ervaring op. Ja. Dat is ook heel belangrijk. Als jij jezelf opvreet op school. Ja. Ja, mij niet bellen. Ik zou er niet dan willen zitten. Nee, ik ben ook helemaal klaar mee. Moet wel iets hebben. En sowieso. Ja, gewoon echt. Als je een diploma voor niveau 4 of niveau 3 of weet ik veel. Je hoeft, als je daarmee goed bent. Dus een schoolopleiding. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja. En alles dat op school op het moment nu niet. Ja. Nee. Maar waarom ga je het dan doen? Waarom ga je zeg maar jezelf. Ja. Ja, maar en dan vind je school wel leuk. Maar, zou je ook arts worden of tanker? Ja, geweldig. Ja. Doe het. Ga ervoor. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En gewoon sowieso zorgen dat je altijd een centje kan verdienen. Ja. Dan kan je ook altijd voor leuke dingen doen. Ja. Ja, sowieso leuk. Maar je eigen geld voor jezelf. En gewoon echt doen wat ik leuk vind. Dan kom je dan echt achter, hè? Dat je echt, toch echt wel merkt. Ook dan, ik ben natuurlijk al van school, zeg maar, naar opeens 5 à 6 dagen zeg maar werken. Soms wel meer. Dus dan besef je wel van je moet wel echt doen wat je leuk vindt, anders ga je het niet volhouden. Hou je gewoon niet vol. Als je het niet leuk vindt, dan vreeg je jezelf helemaal op. En nu vooral je jong bent, je hebt nog geen kinderen, je hebt geen huis. Nee. Je hoeft voor niemand nog te werken, alleen voor je eigen portemonnee. Maar lekker 3 maanden eruit tussenuit gaan, weet je wel. Juist nu. Juist nu. Straks, als je straks die behoefte hebt, is het alleen maar kutter, want dan heb je een kinderen en een huis. Ja, dat gaat niet zo. Dan gaat het niet meer. Dus als je het nu doet. Je hebt een vette trui aan, dus ga je nou uit. Ik vind deze pittig hoor. Nee. Jawel, daar zit mijn Daar zit echt pure chili poeder op gewoon. Ja. Wij hebben echt maar een andere pittigheid dan is wat jij. Je hebt ook al dat je gin tonic niet lust en nee. Maar andere smaakpapieren. Ja, dat kan hoor. Kan. Oh, het gaat helemaal uit. Ken je wat weet je wat hotpot is? Ja. Nee, wij dat soort dingen dat zien we met elkaar doen. Oh. Wij weten precies wat we willen. Ja. In dat opzicht hebben we wel weer hetzelfde. Ja. Maar het is niet dat jij dat niet. Ik weet zeker als je leest het allemaal wel. Ja, maar ik ken dat niet. Maar ik nee, niet. Nee, dat is mag het. Ik gember? Ja. Nou. Nou, daar ben ik nog niet. Hotpot is
een hete pot met een soort van gekruid water achter. Lijkt wel. Ja, dan kan je alles in mooi. Ja, dan ga je het vast. En dan doe je een soort vlees om je stokje en ga je het in je pot. En dan kan je het doen. Ja. Dat ken je wel. Ja. Zie je wel. Oh, dat kunnen we wel een keer doen. Ja, dat is in Rotterdam. Of in Amsterdam ook. Ja. Ja, leuk. Ja. Dat zou het zijn over het leuk om een keer te doen. Ja. Ja, dat lijkt me ook leuk hoor. Ja, ja sowieso. Maar dan denk je, dan ga je toch allemaal water er iemand mee aan de tafel gooien? Wat? Maar, je al dat ding doet zo, maar dat dan al het water zo. Nee, maar je moet het voordat je het in die pot doet. Oh ja. En ja, dan gaat het erin. Ja. Ja, dan ga je zo. Oh, oh ja, maar dat kunnen we lekker een keer op een doordeweekse dag gaan doen. Ja, gewoon lekker. Wanneer dan? Natuurlijk niet. Dus ik ben helemaal gewoon. ja, het gaat niet goed. Nou, prima. We gaan lekker een toetje. Zijn toetje vergeten. Ja. Of doe je het ertussen? Oh, ja. Je begint al. Ja? Oké. Okay. Ik dacht, ik maak even een hapje voor mezelf. Oh ja. Wacht. Oké, wacht. Oh. Dit is daar zo goed. Dat is geweldig. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Oké. Nou, ik heb dus geen hap meer. Nou, cheers. Nee, niet maar groot. Even een beetje groter. Nou, cheers. Marsepein. Ja. Mmm. Marsepein. Oh, is het een marsepein dan? Nee. Smaakt het nou? Ja. Maar het is wel echt. Oh, lekker als een ijsje. Nee joh. Zoetigheid gewoon er altijd in. Wat? Zijn nou slechts een ijsje? Nou. Ja, ijsje toe. Voor mij is het nog meer calorieën dan een ijsje hoor. Fuck it. Zo. Maar lekker. Ja, heel lekker. We hadden toch ook al echt 7 euro te gaan, of weet je dat? Ja, ja. Lolo. Lolo. Wanneer? Dan wel graag gedaan. Als het goed is. Je hebt toch opgezegd volgende week. Oké, ik moet hier even naar huis. Echt? Hij heeft vandaag jou gezegd en is het geworden. En waar gaat. Dit moet eruit, Saar. Je moet echt met normaal met edit te doen. Want dit moet er ook allemaal niet in. Oh nee, waar wacht ik net opnieuw? Waar woont hij? Jongens. We zijn toch uitgegeten. Ja. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Wij in ieder geval wel. We gaan snel weer lekker met Ben doen. En ja, bedankt voor het kijken. Ja, doei!